Daar zijn we dan eindelijk met Luigi's Mansion 2 HD voor de Nintendo Switch. Het mocht even duren. Sorry, ik had geen tijd om op te nemen. Ik heb nu wel tijd om op te nemen. En ik wil dit heel vaak per week gaan uploaden op mijn YouTube kanaal. En daar is Quibus. Hallo? Wow, er is een spook achter je. Er is een spook achter je. Kijk uit, hij kijkt boos. Hij kijkt naughty. Oh, hij kijkt blij. Oh, hij vindt de spoken wel leuk eigenlijk. Oh, oké. Okay. Hij chillt met de spoken. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Ik had het niet verwacht. Oh, shit. Oh, dat vinden ze wel lekker. Elektriciteit, zo te zien. Het zijn allemaal hulpspookies. Wat een gezellige boeien, joh. Quibus chillt gewoon met de spookies. What? Maar wat is dit? Wat is dit? King Boo ziet dit ding. King freaking grote Boo met de diamanten lamp ding op zijn hasses. Oh, snap. Oh snap, en hij maakt het kapot. En er verspreiden zich allemaal stukjes over het land. No! Wat is er aan het gebeuren? Oh, oh, kijk, oh nee. Oh, nu worden de spookjes boos. Oké, daardoor worden de spookjes boos. De spookjes werden in toom gehouden door dat stukje wat daar in de lucht hing. En nu is het kapot en nu worden de spookjes ook gek. En ze slopen alles van Quibus en Quibus moet wegrennen. Maken dat hij wegkomt, anders wordt hij zelf ook gesloopt. Luigi's Mansion 2 HD voor de Nintendo Switch. Knal duimpje omhoog als deze serie jou vet lijkt. En abonneer als je van Nintendo houdt en dat nog niet gedaan hebt natuurlijk. Want dan gaan wij eens kijken wat hier allemaal gaande is. Zo, het poortje gaat zomaar open. En daar is Luigi. Die is lekker aan het slapen. Die is lekker van zijn nachtrust aan het genieten. Niet in bed, maar gewoon op de bank. En zijn tv begint opeens helemaal maf te doen. Hij voelt dat er wat gebeurt. Dat is ook lekker chocoladekoekje aan het eten. Zie je dat rechtsonder? Glaasje melk erbij. Lekker, lekker. Wat is er met je tv aan dat? Kijk uit, hè. Ik heb enge horrorfilms gezien dat het niet goed gaat met tv'tjes die storen. En daar is Quibus. Oh, nee. Quibus zegt, ik heb je hulp nodig, Krul. Dit is een noodgeval. De spoken zijn opeens vijanden gaan worden. Wat doe je daar eigenlijk op de grond, Luigi? Kaka, oens, oens. Dat is een beetje een raar taaltje wat hij spreekt, hè. Anyway, hij start de telepixelaar op. Oké, iets door de televisie. Daar gaan we. Oh my gosh. Wow, denk je echt dat dit een goed idee is, Quibus? Door Luigi een soort van Minecraft blokjes te veranderen en die zo gewoon mee te zuigen door de tv jouw kant op, neem ik aan. Is dat wat je aan het doen bent? Bro. Oh, hij is weer heel. Luigi is weer heel. En hij is aangekomen bij Quibus in zijn kantoortje. In zijn supersonische kantoortje met 300.000 schermen. Het zou wel een sikke streamer setup zijn dit, jongen. Als iemand mij wil sponsoren, dan vind ik dat prima. Zoveel schermpjes? Lijkt me vet. Welkom, Luigi. Ik wist dat onze wegen elkaar weer zouden kruisen. Je hoeft niet bang te zijn, jongen. Niets kan ons kwaad doen in deze bunker. Hoe dan ook, het is al lang geleden. Dat heb je allemaal uitgespookt. Je bent op avontuur geweest zeker, met die braagas van een broer van je. Ik ben bezig geweest met onderzoek naar paranormale verschijnselen. En ik ben een autoriteit geworden op dat gebied. Maar genoeg gekletst, ik zal je bijpraten over onze hachelijke, huiveringwekkende situatie. Zie je dat ding daar? Dat is de donkere maan. Het is een mysterieus hemellichaam dat een vreedzaam effect heeft op de spoken in de schaduwvallei. Toen ik erover hoorde, heb ik direct de kans gegrepen om spoken in een vredige omgeving te onderzoeken. En het was ongelofelijk. Een van mijn beste onderzoeken ooit. Maar toen waren de spoken opeens super vijandig. En ik moest zelfs uit het duistere huis ontsnappen en me hier verbergen voor de spoken. En nu wil ik weten waarom dit gebeurt. Ik ben een onderzoek gestart. En ik heb iets verbijsterends ontdekt. De donkere maan, die is nergens meer te bekennen. En de hele schaduwvallei is nu in griezelige nevel gehuld. En dat komt allemaal omdat de donkere maan dus verdwenen is. Het is een puinhoop, het is bende. We moeten dit allemaal op gaan lossen, Luigi. En hoe gaan we dat dan doen? Dan gaat hij nu laten zien. Oh, wat is... Je hebt gewoon een donkere maanfragment gevonden. Maar dat is ook slecht nieuws, want de donkere maan is dus een stuk gebroken. Dit is een fragment en die heeft een bepaalde energie. En die energie gaat de kalmerende werking van de donkere maan tegen. Oh ja, maar wat ben je van plan dan? Je gaat dit op een platenspeler leggen. En de platenspeler heeft gekke kwastdingen. We gaan hem even schoonmaken. Oh, kijk. Oh, nu dan gaat de nevel weg. Ja, dan moeten wij weer naar de spookhuis natuurlijk met Luigi. Hè? Ga je mij daar weer naartoe sturen, maat? Niet dat je zelf gaat. Nee, dan mag ik zeker met mijn stofzuiger weer daar naartoe. Alle mist rondom de bunker is verdwenen. Oké, dit is blijkbaar de kaart. We moeten daar naartoe. En we moeten de donkere maan gaan herstellen. Want dan worden de spoken weer hun oude. Hun vrolijke zelf. Ja, Luigi die heeft er ook heel veel zin in zo te zien.
Nee, ja, die heeft er helemaal geen zin in. We hebben een apparaat nodig en dat ligt in een kluisje in het donkerhuis. Die moeten we even gaan halen. Lekker, man. We moeten nog zelf even de stofzuiger gaan halen ook. Je hebt die niet eens even meegenomen voor mij? Dit is toch niet normaal, Kawibus? Wat een sukkel. Dit kan echt niet. Dit kan je echt niet maken. Oh, we krijgen een Nintendo DS. En met die DS kan hij met mij praten. Nou, dat klinkt goed. Ziet goed uit, maat. Dankjewel. Oh, en we krijgen nog wat. Een zaklamp. Nou, dat is tenminste iets, hè. Nou, hij doet even locatie markeren waar we naartoe moeten. Daar ligt ongetwijfeld die stofzuiger. Spookzuiger, bedoel ik. Oké, let's go. Geen tijd te verliezen. Luigi lost het wel weer op voor je. Oh my god, dan word ik weer gepixeleerd, man. Doe eens even. Dit vind ik wel echt respectloos, man. Je pixeleert mij gewoon de hele tijd. Dit kan je niet maken, man. Kijk dan, dit is Luigi. Dit, ja, rare gast, jongen, die Kawibus. Wat ga, hier staat het cameraatje. Daar zijn dat ook spookies? Nee, dat zijn de vogelties. Oké, niet vallen. Wel vallen. Oké, nou, bewapend met mijn gigantische zaklamp en mijn Nintendo DS gaan we een spookhuis in. Vinden wij dat een goed idee? Laat het weten in de comments. Ik weet niet, man. Ik zou dit niet doen. Gewoon zo zelf, zeg maar. We hebben niet echt de keus. We moeten spelletjes spelen. Oké, hier is de poort. Let's go. We gaan door de poort. Ja hoor, we gaan zeker door de poort. Ah, de poort is dicht. Oh my god. Daar gaat mijn Nintendo DS. Wat wil je nou al zeggen, maat? Ik ben er net. Hé, hey, Luigi, ben je daar? Ik was bang dat de batterij van de DS te laag was, maar hij zou lang mee moeten gaan omdat hij de helderheid van het scherm heeft aangepast. Dat is wel een goede tip. Met B in te drukken kan ik rennen. Oké, cool. Moeder Formule 1, Max Verstappen, let's go. Hier gebeurt wat. Oh, kijk, muntjes. Kijk, mijn eerste 5 muntjes heb ik in de pocket. Oké, gaan we gewoon naar binnen? Is de deur open? Hallo? 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 Oké, nee, is niemand. Oké. Wat is hier? Hallo? Oh, daar, spook. Daar, spook, in de auto. Nog een spook. Wat doe je? Oké. Gaan jullie rijden? Oh, nee. Wat is dit? Je hebt een lamp of iets. Ze gaan naar achter. Ze gaan daar naartoe. Ze gaan helemaal daar naartoe. Wat moet ik met deze info? Oh, kijk. Oh, ja, hij heeft de sleutel. Muis. Kom hier, bro. Kom hier. Ga je pakken, maat. Ik heb de sleutel nodig. Ik moet naar binnen. Ik heb de spookzuiger nodig. Let's go. Waar is die? Daar is die. Ja, dan kun je die kant gaan. Maar ik ga... Ja. Gaan we dit spelletje echt spelen? Gaan we echt dit spelletje spelen? Ik ga je... Oké, ik ben toch sneller. Ik ga jou inhalen, maat. Ik ga je inhalen. Pak hem. Pak hem. Luigi, je bent sneller. Ja, lekker, man. Oké, we hebben de sleutel in de pocket. Sorry, muis. Doei, muis. Dag. Waar ga je nou naartoe? Oké, de muis is verdwenen. Maar dat is goed nieuws. Wij kunnen nou even lekker naar binnen hier zo. De sleutel maar in de slot. Let's go, Luigi. Yeah. Oh, snap. De sleutel verdwijnt ook gewoon. Maar is de deur nou open? Kunnen we nu naar binnen? Ja. Kijk, we kunnen naar binnen. Ga maar, Luig. Let's go. Hallo? dit kan jij, Luigi. Ik heb vertrouwen in je. Ik heb vertrouwen in je. Ondanks dat jij bang bent, ga je het avontuur altijd aan. Daar ben ik echt super trots op. Hij komt zijn angsten tegemoet. Daar heb ik heel veel respect voor. Oké, maar ik heb nu nog niks. Ik heb nog geen stofzuiger. Ik moet dat doek ervan afhalen. Oh, hier. Wat is een raam? Hé, er zijn nog 2 van die beesten. Spoken. Die zijn weer bezig. Die zijn aan het overgooien nu met dat ding. Maar ik denk dat ik dat ding ook nodig heb. Oh, ze gooien hem daar door het raam. Zag je dat? Gaan jullie erachteraan of niet? Nee? Ja, wel. Oké. Dat is jammer. Ik denk dat ik daar even moet gaan kijken. Ik weet niet of ik daarbij kan. Ik zie daar namelijk dat deze deur volgens mij op slot is. Hier kan ik nog niet doorheen. Maar ik kan wel hier naartoe. Oh nee, ik kan niet hier naartoe. Waar is die spookzuiger dan? Zit hij in de auto? Ja hoor, hij zit gewoon in de auto. Potverdorie. Daar is hij. Luigi is beste vriend in dit avontuur. Woehoe. Yo, we got him. Lekker maat, lekker. Hij doet het. Mooi. Kunnen we even eerst proberen voordat we heel... blij gaan doen. Hetzelfde geld is hij kapot, hè? Misschien is hij wel kapot. Voor de vibe. 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 Hallo, meneer Kawibus. Ja, ik heb hem gevonden, maat. Ja, spookzuiger 5000. Lekker, man. Thanks. Ja, je hoeft me niet te bellen, hoor, de hele tijd. Je hoeft me niet de hele tijd te storen, per se. Dan kan ik hier gewoon even dit kistje openmaken. Hup, ze vlots. Ja, hallo. Oh, kijk, hier zit de volgende sleutel in. Die hadden we nodig. Lekker, dan kunnen we vooruit. Ja, ga je me nou weer lopen bellen? Deze... Zeg dan alle informatie in één keer, maat. Ja, dat is een supergoed ding, jongen. Ja, hartstikke leuk. Oké, doei. Ik moet er vandoor. Ik moet spoken jagen en ik moet muntjes verzamelen. Zit hier nog wat in? Daarboven zijn ook wel muntjes, trouwens. Kijk, die kunnen we gewoon allemaal zo van de zolder zuigen. Wat te vlot. Lekker. Oké. Deze puinhoop weg en door. Pakken we snel even die kamer hier rechts, want daar zit sowieso nog een geimpje, denk ik. Deze kant op. Hell yeah. Even kijken hoor. Ja, de tapijtjes, daar moet je altijd dan wat mee doen. Kijk, daar zit gewoon iets onder, hè. Zit hier wat in? Hé, daarachter liep de pup. Zag je dat? Puppy. Die is daarachter aan het springen. Bij het raampie. Kijk. Oh, daar ligt nog een sleutel. Die kunnen we ook even pakken, denk ik. Kijk, als we dit hard genoeg doen, ja, dan hebben we vanzelf die sleutel. I knew it. Lekker, man. Oh, spinnen. Ja, geen probleem.
Kom maar. Oh, eentje is al weg. Maar luister even. Oh, wat komt daar opeens vandaan? Jeetje, hoe deed ik dit? Oh, nog meer? Money. Maar luister even, hier is een poort. Of een, nou, het is niet echt een poort. Het is een, maar wat kan ik hiermee? Hier kan ik ook nog niks. Zou ik hier doorheen kunnen? Nou, weet je wat? Ik ga de hoofddeur pakken hier. Die sleutel verdwijnt dan ook weer. Ja, natuurlijk. Maar we hadden net nog wel even een andere sleutel gevonden, hè? Oh, zag je dat? Ik zag spoken. Daar. Zie je, die zijn met zo'n fuse aan het spelen. Ik denk dat ik die nodig heb voor mijn zaklamp. Ja, geef maar gewoon aan mij anders. Nee? Oké, dag. Dan kom ik te halen. Ik heb je gewaarschuwd, hè. Ik zou bang zijn voor Luigi. Luigi gaat jou opzuigen, hè, met een spookzuiger. Oh my god. Oké, wat is het? Ah! Oké, rennen! Oké, hebben we hier dus... Oh, hier hadden we die tweede sleutel voor nodig, dat we hier ook in kunnen. Ja. Oké, hier ziet het wel een beetje donker en eng uit, dat moet ik eerlijk toegeven. Zo'n fonteintje midden in huis, ik weet niet, man. Bro, hebben jullie nu voor mij... Oh, die heb je daar opgedaan. Kom hier dan. Ik zuig jullie in mijn zuiger, hè? Oh, jullie doen stoer tegen mij, jongen. Daar is dat ding. Dat hebben we nodig. Wel even hier de spinnenweb vanaf halen. Ik hou niet van spinnenweb. Anyway, moeten dus de trap op. Jeetje, word ik weer gebeld, maat. Laat me nou eens met rust, joh. Wat is er nou? Zie je die groene sensor op de muur? Daarmee gaat de deur open. Je hoeft alleen maar te flitsen. Oké, cool. Ja, en daar hebben we dus dat hulpstuk voor nodig. Ja, dit groene lampje. Let's go. Alala. Oh, daar zit ook een kluis. Die kunnen we ook openen met de flitser. Wat is dit? Zomaar hier vissen. Maar daarachter is een deur. Er zit een zeester op. Ik weet niet hoe ik daar kom. Hier is ook een deur. Die is ook nog gesloten. Kunnen we dit laten draaien? Oké, en dan gaat het ding naar beneden. Ja, dan kunnen we beneden dat lampje oppakken. Lekker. Rennen! Let's go, luig. Ik weet niet of die uit zichzelf weer omhoog gaat namelijk. Misschien moeten we heel snel zijn. Misschien ook niet. Misschien maakt het uit. Misschien maakt het niet uit. Let's go, pak dat ding. Lekker, maat. Wat is de vlot. Woehoe. Lekker bezig, man. Ja, dat gaat soepel. Dat doe je goed, luig. Waar ga je die op doen? Op je stofzuiger? Daar? Oké, cool. Oh, dat ziet er prima uit. Ja, dat ziet eruit alsof dat voor gemaakt is. Hoppakee. Upgrade stofzuiger, upgrade zaklamp, alles. Hoppakee, we kunnen nu flashen. Flash je nou gewoon in je eigen oog? Kamimus, laat me maar rust. Knul, je moet jezelf natuurlijk niet verblinden. Nee, we kunnen hier de groene sensoren mee activeren. Ja, dat heb je toch net ook al gezegd, maat. Maar even, hier zit ook een deur. Dus kan die open? Gaan we eerst even die kluis pakken. Hier zo. Hoppakee, maak de kluis open. Get the money. Here comes the money. Lekker. Kassa. En dan hier. Deze openmaken. Maar een stukje terug zat er ook nog één, hè? Dat was ook nog een kamer. Jemig, man. Daar is die alweer. Precies, ja. Er zijn er meer. Je kunt spoken laten schrikken met de flitser. Oh ja, dat was natuurlijk ook altijd zo. Oké. Wat is de bedoeling hier? Wat is de bedoeling? Oh, kijk hier. Wat een ziek idee. Daar zit geld in de muur verstopt. Ik wil ook zo'n muur. Het zou echt chill zijn als je ergens naartoe verhuist en dat je dan zo'n muur tegenkomt. Dat de oude bewoners zijn vergeten dat ze geld in de muur hebben verstopt. En dat dan blijkt dat ze dat daar hebben laten liggen. Dat lijkt me echt heel relaxed. Gewoon 3 miljoen in de muur, weet je wel. Oké, ik heb alle kleren nu uit de kast. Voor de rest. Er is hier een toilet. Gat, kijk uit! Niet met je snuit erin in het toiletpot, jongen. Oh, snap! Dat is gewoon een spook aan het douchen. Kijk uit, maat! Lekker water in je neus. Hallo? Oké, ik ga dit doek weghalen. Oh, eerst ga ik dit weghalen blijkbaar. Ga ik eerst even kassa, even money pakken. Dan ga ik nu dit doek weghalen. Oh, wat ziek idee! Verblind hem! Verblind hem! Oh, wat? Hij kan opeens niet meer door de muur heen? Hij kan wel door die muur heen. Hij was net lekker aan het badderen daar, joh. Ik kan niet eens even rustig lekker badderen met Luigi in je buurt. Wat gebeurt er als ik al deze lichtjes uitdoe? Nee, ik denk dat ik weer terug moet. Ik moet de spook achterna. Oh, daar is die! Ik wou net zeggen, hij is hier niet, maar hij is hier wel. En we zitten gevangen. En ik ga... Ja, ik ga je pakken, maat. Kom. Yes, let's go! Eerste spook is gevangen. Oh, wat? Daar is er nog één. Daar is er nog één. Pak hem! Lekker! Nice! Oh, dat was het. Cool. Of was het dat niet? Ja, dat was het wel. Ik kan trouwens hier nog aan het koord trekken, zag je. Ik had het koord namelijk net vast. Wat gebeurt er dan? Dan trek ik door. En dan? Gebeurt er dan aan deze kant wat? Ik denk het niet. Volgens mij gebeurt er niks. Iets rommelt hier aan de andere kant van de deur. Wow, zoveel spoken opeens! Pak ze! Lekker! Wat een idee. Nu deze. Wat zitten jullie nou te lachen, joh? Gaan jullie pakken, hè? Zitten ze zomaar mij uit te lachen? Jullie denken jullie kunnen mij zomaar uitlachen? Hè? En dat dan onbestraft blijft. Wat denken jullie wel? Wat denken jullie wel? Die gaan mij niet zomaar uitlachen, hè? Dit voelt als vanouds, vind je niet? Zo, dat is voorlopig wel genoeg. Ik hou terug naar de bunker. Nee, ik ben nog niet klaar hier. Er was hier nog een deurtje waar ik in moest. Waar ik nog niet in ben geweest. Maar de missie is wel voltooid. Oké, lekker, man. Hoe lang heb je het over gedaan? 9 minuten. We hebben 6 spookjes gevangen. Ja, maar ik heb niet alles gedaan nu.
Ik krijg nu geen 3 sterren. Okay, dus jij bepaalt van mij wanneer ik terug moet komen naar jou. Nou, goed om te weten. Daar gaan we weer. Je bent terug en met al je pixels intact. Laat eens kijken wat je hebt opgezogen met de spookzuiger. Ja, ik knijt te veel spoken en zo. En geld. Ja, maar het is mijn geld, hè. Is mijn geld, hè. Hé, hey, rustig. Rustig. Hoezo mag jij alles hebben? Ik bedoel, ik doe het werk en jij zit hier een beetje te chillen. We hebben in ieder geval wel een nieuwe spook gevangen. Hier, zoveel geld verzameld. Volgende upgrades bij 2000. Oké. Okay. Oké, dus je gaat me wel helpen. Je houdt niet alles voor jezelf. Ik ga deze spoken meteen bestuderen. Alles wat je verzamelt, wordt opgeborgen in een kluis. En daar doe ik dat ga ik dan een beetje analyseren, zegt Kawibus. Oké, ik zal het duistere huis kennen op paranormale signalen. Ik vermoed dat het spook met de overige fragmenten van de donkere maan zich er verbergt. Oké, dus we hebben missie A1 hebben we nu klaar. Dan moeten we nu naar A2. Oké, zo werkt dit. Dus nu moeten we naar A2 tandwielen gezocht. We gaan elk hoofdstukje gewoon in een nieuwe video doen. Dat lijkt me vet. Lijkt jij dat ook vet? Doe een duimpje omhoog. En abonneer.